gaan we verder met redoxreacties. We gaan een voorbeeld doen. We gaan kijken of kobalt, ja, het metaal, reageert met een nikkelchloride oplossing. En als dat zo is, dan moeten wij daar de reactievergelijking, dus de totaalvergelijking, moeten we daarvoor opstellen. Oké, daar heb ik een stappenplan voor. Een stappenplan zie je hier, heel kort weergegeven. Dat stappenplan staat ook vast in je scheikunde boek. Ja. Stappenplan is, noteer alle deeltjes. Dat is de eerste stap. Dus laten we dat eerst eens doen. Ja, ik heb kobalt. Kobalt is CO. En deze moet je mee oppassen. Want kobalt, ja, dat wordt heel makkelijk koolstofmonoxide. Natuurlijk niet echt, ja, want dat is natuurlijk een raar praatje. Maar kobalt C met een kleine O is natuurlijk iets heel anders dan C met een grote O, koolstofmonoxide. Dus probeer de grootte van die O in je notatie echt duidelijk te maken. Want je scheikunde docent en ik trekken daar punten voor af als je dat niet doet. Kobalt dus, CO met nikkelchloride. Nou, nikkelchloride... Nikkel, metaal, chloride, niet metaal. Even kijken hoor, een briefje erbij. Nikkel is een 2+, Cl- is chloride, nikkelchloride is NiCl2. Oh ja, maar het is een oplossing, dus die twee ionen die vallen uiteen. Dus ik heb kobalt, nikkelionen, chloride-ionen en niet vergeten water, want ik heb een oplossing. En dat water, ja, dat kan ons nogal duur komen te staan als we dat gaan vergeten. Dan, stap 2. Wat is de sterkste oxidator en de sterkste reductor? Ik pak mijn BINAS en daar hebben we tabel 48 voor nodig. Ja, en die heb ik hier ook voor je staan. In tabel 48 kan je zien dat er staan twee kolommen, zoals we ook bij zuren en bazen hebben gezien. Er staan twee kolommen. De linker kolom, oxidatoren. De rechter kolom, de reductoren. En... zoals we dat ook met zuren en bazen hebben gehad, hebben die oxidatoren, ja, die zijn dus heel sterk als ze bovenaan staan. En dan heb ik stiekem een pijltje voor mezelf boven die ox gezet. Dus die oxidatoren, hoe sterker die zijn, hoe hoger die in deze lijst staan. Een hele sterke oxidator geeft natuurlijk een hele slappe, een hele zwakke reductor. Dus die reductoren zijn precies andersom. Dus voor een hele sterke reductor moet je dus helemaal naar een andere pagina, want eigenlijk is het één grote tabel, moet je helemaal naar een andere pagina, helemaal rechts onderaan. En dan kom je bij lithium uit. Dat is de sterkste in deze tabel, de sterkste reductor. Ja? Dus die twee die zitten omgedraaid ten opzichte van elkaar. Dus als ik een hele sterke oxidator wil hebben, ja, dan moet ik dus een heel hoog mogelijk getal hebben. Ja, dat getal wat hier rechts in de kolom daarnaast staat. En als ik een hele sterke reductor wil hebben, moet die zo negatief mogelijk zijn. En dan moet die zo laag mogelijk zijn. Oké, als we dat dan hebben, dan moet ik wat puzzelen. En dit kost echt wel wat tijd, want ik moet al die deeltjes, ja, die moet ik opzoeken in mijn BINAS. Welke staat hoger? Ja, en ik heb ze nu gerangschikt. Ja. Nikkel 2+ is een sterkere oxidator dan water. Want water kan ook als oxidator reageren. En je ziet hier mijn rijtje met reductoren. En dat is toch wel wonderlijk, hè? Want ik heb hier maar 4. Ik heb hier maar 4 deeltjes. Ik heb er al 2 gebruikt. Dus je zou zeggen dat er maar 2 deeltjes, ja, in de rij met reductoren zitten. Maar dan kan ik er ook 4 terugvinden. Kobalt is mijn sterkste reductor, want het heeft het laagste getal. Water, heb ik hier ook al gehad, kan ook reageren als reductor. Ja. Chloride-ionen en chloride met water. Ja. Dus ik heb hier een heel mooi overzicht voor mezelf gemaakt en dat is echt noodzakelijk dat je daar even tijd aan besteedt. Ja, waarin hier de sterkste oxidator bovenaan staat en de sterkste reductor bovenaan staat. Nou, dan stap 3. Is er een reactie? Er is een reactie. Ja, gelukkig kunnen we dat op de HAVO iets eenvoudiger zien. Er is een reactie als de oxidator in tabel 48 boven de reductor staat. Als die boven de reductor staat, als de ox boven de red staat, dan is er een reactie. En in dit geval is dat net het geval. Ja, want nikkel staat net boven kobalt. Dus dat is mooi, er is een reactie. Dan kunnen we tenminste wat verder aan het werk.
Ja. Zit je verkeerd en doe je VWO en kijk je toch naar het filmpje, dan is er iets anders aan de hand. Ja, dan moet dat verschil meer dan 0,30 volt zijn voordat er een aflopende reactie is. Alles tussen de min 0,30 en plus 0,30, ja, dat is een evenwichtsreactie. Kijk dan naar een ander filmpje, ja, waar hier een linkje voor komt. Goed, er is dus een reactie. Ja, er is een reactie en dat is fijn. We schrijven nu de halfreacties op. En de eerste halfreactie, nou, die pak ik nickel. Ik schrijf gewoon de halfreactie over, zoals ik die dus hier in mijn BINAS terugvind. Dus ik ga gewoon overschrijven wat ik zie. Nickel 2 plus, plus 2 elektronen, wordt nickel het metaal. Goed opletten. Hier is het echt zaak dat je goed oplet. Want ik moet checken, heb ik wel nickel het ion? Heb ik het nickel ion? Ja, dat klopt. Ik heb nickel het ion. Dan ga ik naar mijn tweede deeltje. Ja, dan zoek ik, hè, dat heb ik al gedaan, zoek ik kobalt op. Die stond er een plekje onder. Ja, kobalt 0,28, die stond er een plekje onder. En dan zie ik dat de halfreactie begint, ja, met kobalt het ion. Maar dat heb ik niet. Dus wat moet ik doen? Ik moet die halfreactie omdraaien die in de BINAS staat. Ik begin met kobalt het metaal, want dat heb ik. Kobalt het metaal. En dus ik begin met kobalt het metaal. En dan komen daarna kobalt ionen en 2 elektronen vrij. Ja, daarom staat mijn pijl hier. Daarom staat mijn pijl hier. Goed opletten. Ja, waar je mee begint. Dit zijn mijn begindeeltjes. Dit zijn mijn begindeeltjes. En dit zijn mijn producten. Heb je hier nou niet goed opgelet, dan zou het kunnen zijn dat je elektronen aan beide kanten, ja, of aan maar één kant van de pijl, in beide halfreacties hebt. Dat is niet goed. Dan heb je een stap niet goed gedaan. Als je ze allebei links van de pijl hebt, of die elektronen heb je allebei rechts van de pijl. Want die kan je nooit tegen elkaar wegstrepen. En dat is ons doel. Ja, dat is ons doel. Want in stap nummer 5 moeten we de elektronen gelijk maken. En in stap nummer 6 moeten we ze gaan optellen. Stap nummer 5, elektronen gelijk maken, dat is niet nodig. We kunnen alle twee halfreacties met één vermenigvuldigen, dus zo laten. Ja, want ik heb hier 2 elektronen en ik heb hier 2 elektronen. En we kunnen ze bij elkaar optellen. En dit is heel fijn, ja, dat ze weer gelijk zijn. Want zoals in het vorige filmpje, ja, kan ik ze tegen elkaar wegstrepen. En dan vallen ze dus weg in mijn totaalreactie. Mijn totaalreactie, ik tel alles op, ja. Ik tel alles op, alle deeltjes links van de pijl, alle deeltjes rechts van de pijl. En dan heb ik hier een totaalreactie van mijn redoxreactie. Goed, dan is 7, is check. Check of ik alles goed heb gedaan. Wat kan ik nou allemaal checken? Nou, ik kan bijvoorbeeld checken, is de lading links en rechts van de pijl, is die gelijk? Even kijken, ik heb een 2 plus lading links van de pijl. Ik heb een 2 plus lading rechts van de pijl. Ja, zijn er evenveel deeltjes? Ik heb één nickel-ion, ik heb een nickel atoom. Ik heb een kobalt atoom. Ik heb een kobalt ion. Ja, dat is ook gelijk. Dus ik heb een kloppende reactievergelijking. Mijn check is goed gedaan. Ja, ik weet zeker dat ik het goed heb. Mooi. Dit was hem. Ja, ik heb mijn werk gedaan. Ik heb een redoxreactie. Ik heb dus gezien dat kobalt, ja, met nickelchloride oplossing reageert. Ik heb de totaalreactie gegeven. Daar vragen ze hierom. De reactievergelijking. En nu jij. Ja, reageert een aangezuurde waterstofperoxide oplossing met een natriumjodide oplossing? Goed opletten, oplossingen. Dus ik heb te maken met water en ik heb iets aangezuurd. Dat betekent dat het een zure omgeving is en dat betekent, ja, dat er H+ ionen in voorkomen. Ja, dus hoppakee, kijk of hier een reactie plaatsvindt. En ik kan je alvast verklappen dat dat zo is. Volg het stappenplan en als het goed is, kom je bij stap 7 op deze oplossing uit. De uitwerking natuurlijk weer in de show notes. Ja, lekker oefenen met redoxreacties. Heel veel succes!